Ik fotografeer eigenlijk veel verschillende dingen. Het is ook lastig om echt een keuze te maken van nou, gaan we alleen maar dit doen of alleen maar dat. Maar mijn main ding is wel lifestyle fotografie. Mijn naam is Marcel van Driel en ik ben fotograaf. Deze paddenstoelenserie bestaat eigenlijk uit drie delen. Opnames in de grot, culinaire opnames en studio-opnames. En daar moet een gehele lijn in komen. Wat ik belangrijk vind, als ik met een klant werk, dat ik het thema weet en het thema ook goed uitvoer. Ze zeggen, joh, we willen kerstsfeer, avondsfeer, dat ik dat kan creëren en dat gevoel kan neerzetten. Voordat ik een klus inga, bekijk ik uiteraard naar wat de opdracht is en wat ik zou willen doen. En maak ik een lichtplan en daar pas ik mijn apparatuur op aan. Dus het soort licht, daglicht, kunstlicht, flitslicht, ik doe alles door elkaar. En Nikon is eigenlijk, vind ik, de oercamera. Dat ik ooit begon was, natuurlijk verschillende merken wel, maar Nikon was de camera. Daar kon je spijkers mee in de muur rammen. En nog steeds is het heel solide en mooi gemaakt. Nou, voor de nieuwe generatie, noem ik hem maar fotografen, zou ik zeggen, ga het goed leren. Ga bij goede fotografen assisteren, neem een goede opleiding, ga daarna assisteren. En ga niet te makkelijk beginnen van, hey, ik ben fotograaf. Als je culinair wilt beginnen, starten, ga bij een raam staan met daglicht. Gooi al het kunstlicht uit, dus alle spotjes, alles wat je hebt, uit. En kijk heel goed naar je onderwerp. Als je licht van de zijkant hebt, krijg je een mooi contrast. Verloopt het mooi naar donker weg. Kan je nog een zwart scherm aan de zijkant zetten, prachtig. Waardoor je nog meer power krijgt. En draaien als tegenlicht is ook heel mooi. Dan blurt de hele achtergrond weg. Waardoor je onderwerp weer naar voren komt.